Deze week gaat het verhaal over Pilatus, die geen recht spreekt. En je kunt het lezen in Matteüs 27, vers 11 tot 14 en 19 tot 26. Op school, je weet het wel, zijn er regels. Thuis, bij jullie ook. Door omstandigheden zijn die schoolregels ook nog een beetje thuisregels geworden. Nu voor veel kinderen thuis ook hun school is geworden. Hoe je met elkaar omgaat, of je wel of niet vecht, respect hebben voor anderen. Als iedereen zich daaraan houdt, dan gaat het goed. Maar wat gebeurt er nou als die regels niet bewaakt worden door jouw juf of meester, of je vader of je moeder? Het was goed als Pilatus daar ook aan gedacht had. Hij moet recht spreken en de regels van de Romeinse wet bewaken. Als iemand schuldig is, wordt hij veroordeeld. Anders komt hij vrij. Maar bij Jezus gaat het anders. Want Jezus zegt niks als hij bij Pilatus komt. En Pilatus durft de wet eigenlijk niet uit te voeren. Want dan komt Jezus vrij en dan zijn de priesters boos op hem. Pilatus wil eigenlijk die priesters wel te vriend houden. Pilatus probeert een truc met Barabbas. Barabbas was in die tijd een grote boef. Maar het volk kiest ervoor om Barabbas vrij te laten en Jezus te veroordelen. En dan denkt Pilatus aan zichzelf. En niet meer aan het Romeinse recht. Maar wat hij eigenlijk doet, hij kiest eigenlijk niet. Maar dat kan niet. Als je geen keus maakt, maak je ook een keus. En Jezus wordt mede door die slappe Pilatus onschuldig veroordeeld. Het symbool van deze week is de weegschaal. Zoals je hier op het bord kunt zien. Pilatus is net zo'n oude weegschaal. De ene keer zakt zijn besluit naar de ene kant. De andere keer zakt zijn besluit naar de andere kant. Pilatus kan eigenlijk geen keus maken. En uiteindelijk laat hij het volk kiezen omdat hij bang voor hen is.